En hallo mensen van GameTrots XL. Vandaag heb ik een gameplay voor jullie. Ik geloof dat het 60 kills of zo was op Nuketown. Ik geloof game mode, ik weet niet meer wat de game mode was. Ik geloof dat kunnen jullie. Oh, hardpoint zie ik nu. vandaag ga ik het hebben over de first look waar ik ben geweest. Zaterdag was ik geweest. En ik heb Paul ontmoet en eigenlijk gewoon de hele COD community in één keer. Samen met Bart en Magnatron. Als jullie veel video's van The King en zo kijken, dan kennen jullie denk ik Bart wel. Dat is, hij heet gewoon een Magnatron. Ook Yuji clan lid van, de clan van Erik en Nick. Kennen jullie vast ook wel. Daar maakte ik best wel een faal. ik was bij First Look. Ik heb zelfs Call of Duty Ghost gespeeld, waar ik het ook over ga hebben met jullie. Ik ben geen Call of Duty fan, maar ik zeg, het waren goede graphics en zo. Ik vertel zo even meer erover. En, ik heb dus Erik, heb ik ontmoet, ik heb Paul gezien. Ik heb Chris Fish gezien dus. Ik heb Jeff heb ik gezien, Dutch Warrior 7. En wie heb ik allemaal nog meer gezien? Ik heb wel... veel mensen gezien. Ik heb Pieter, oma op een bakfiets heb ik gezien. En ik heb... ik heb natuurlijk Arjan gezien. Arjan... 1995. PS3 ding. heb ik ook even mee zitten praten. En dat was het denk ik wel. En André natuurlijk, via Ajax. Paul die stond een beetje raar te dansen op de Ubisoft stand. En ik heb ook buiten de COD community mensen gezien. Daar heb ik niet echt mee gesproken of bijgestaan of zo. Ik heb Ronald gezien. Ik heb Timo gezien. Ik heb Just Joris gezien. Ik heb Sam van Project Minecraft gezien. Wie heb ik allemaal nog meer gezien? Ik geloof Kim van Project Minecraft ik heb nog wel meer mensen gezien. Wie waren er allemaal? Nee, ik heb ook buiten YouTube heb ik ook nog mensen ontmoet. Power Limited was Etter en Jan Meijroos. En die gasten, die waren er allemaal. Ook van de Game Kings waren er wat mensen. En die, ik geloof Dennis was er, geloof ik. Of, ja, ik geloof Dennis. En die was er. En natuurlijk van Standaard TV ook al. Een Standaard Game Show. Ik geloof Veras was er. Thijs was er sowieso. En George was er ook. Dat was. Laat ik anders even weer gaan praten over Call of Duty Ghost. Ik heb hem gespeeld. Ongeveer de langste game mode. Ik geloof dat was Domination. Dus vlaggen capture en zo. Dat weten jullie zelf ook al. En was lachen. Een Magnatron die stond eerste. Die had 40 kills en... wat was het? 11 deaths geloof ik. Was ook te zien op het grote scherm. Dus nice werk Bart als je deze video ziet. Even kijken. En wat de game van de gameplay vond. Ik heb eigenlijk de tijd niet verspild om de 750 wat laag te zetten. Want hij was heel erg snel bij mij. En ik heb ook met de Xbox One gespeeld. Op de controller. Ik vond eigenlijk die pootjes, hoe heette die dingen? Ik weet niet meer hoe die dingen heten waar je mee schiet met de Xbox. Die vond ik wel een beetje, die contacten te snel of zo. Want je schoot soms als je iets te dicht bij die dingen zat. Heel raar was dat. Maar verder was het wel vet. We speelden de map Blitz, geloof ik. Sneeuwmap. En ik geloof het waren 3 killstreaks. Je had Juggernauts, dat was de hoogste. Je had zo eentje met een hond en je had nog iets anders. Iets van een radar, UV geloof ik of zo. Ik heb met alle wapens gespeeld. Ik vond het jammer dat er geen sniper was eigenlijk. Want anders ging ik echt mensen irriteren. Daarmee hardscopen en whatever, weet je. Maar dus Call of Duty Ghost hebben gespeeld. Ja, en dat was wel tof en zo. En ik heb ook wat foto's gemaakt. En ik heb foto's van Bart gemaakt dat hij naast Dennis en zo stond. Maar ik ben te beroerd geweest om zelf te filmen of een vlog op te nemen daar. Het was wel het plan. Maar ja, ik kan het jullie ook gewoon allemaal een beetje vertellen. Het duurde wel een beetje lang om binnen te komen. Want VIP ga ik sowieso volgend jaar denk ik kopen. Want
duurde me gewoon te lang. en dan ben je er gewoon eerder en kan je gewoon langer spelen en zo. Dus ja, dat ga ik denk ik wel kopen volgend jaar. Ook waren er allemaal goodies geloof ik en zo te halen. En die had ook andere games, die heb ik niet gespeeld. Je had Battlefield 4, maar dat is gewoon beta. Dus waarom zou ik die daarvoor in de rij gaan staan als ik ze ook gewoon gratis op mijn PC kan spelen? Dus dat ging ik niet doen. Ik geloof FIFA 14, of is die al uit? Ik geloof dat die al uit is. Je had een Nintendo stand, weet ik. Je had ook van Nvidia, videokaarten en shit, had je ook een stand van. En je had nog wel meer. Je had nog wel meer, even goed nadenken hoor. Misschien heel lullig dat ik iets vergeet wat ik echt moest weten ofzo. Ja, eigenlijk weet ik het niet man. Ja, je had nog van zo'n space spel. Nou, in de ruimte. Een soort van online ding. Ik weet niet meer hoe dat heet. Een soort van Halo-stijl. Halo / Call of Duty iets. Ik weet niet. Dat is... dat was wel... Nee, ik heb niet gespeeld dus. Ik heb eigenlijk alleen Call of Duty Ghost gespeeld. Maar die was er dus. En ik vond het allemaal wel tof. En ik ga denk ik ook misschien wat foto's of zo in beeld brengen. Er zijn ook kanalen waar je ook dingen over de First Look kan horen. Ik geloof gewoon de King77NL. Team Dief sowieso. En waarschijnlijk ook wel op Blue Mystic, Erik. Daar komt waarschijnlijk nog een ding online. Of misschien is die al online als ik deze dingen record, weet je. Ik probeerde daar net gewoon een fucking cabbage af te pakken van iemand. Maar hey. Walde de trollen, sowieso. Maar weet je wat ik had willen doen? Als we het toch over trollen hebben, weet je. Wat ik had willen doen, was op Call of Duty Ghost, had ik gewoon echt willen trollen ofzo. Als er echt echt iets irritants was ofzo. Iets van noobtube shit, weet je. Dan had ik dat sowieso gedaan. Maar dat ging niet echt door. Ze hadden een paar klassen. Ik geloof je had iets van 6 klassen ofzo. Eigenlijk vrij standaard klasse. Je had submachine guns, je had assault rifles. Maar ik geloof, je had geen sniper ofzo. Dat vond ik jammer. En je had ook één light machine gun, als het goed had. Ja, één light machine gun had je. En je had wel meer. Als ik even goed nadenk. Nou, ik weet niet heel veel wat meer met klasses en zo. Maar ik kan nog wel wat meer vertellen misschien over de gameplay. Nou, het rennen met je pistooltje, dat ziet er best wel chill uit. De graphics zijn ook heel goed. En de Xbox One bevalt me ook wel. Ik zie een vlieg. Die ga ik dopen. Ik bedoel... Oké. De Xbox One die bevalt me ook wel. Dat is wel chill. Want ja, het voelt fijn aan. Die, hoe heet het? Waar je mee stuurt, waar je mee loopt en zo. Ik weet niet hoe die dingen heten. Staat dat niet op mijn controle? Nee. Ik weet niet hoe die dingen heten, maar waar je dus mee loopt, mee richt, of nee, niet meer richt, maar waar je mee kijkt en zo, die voelen fijn aan, man. Sowieso, de joysticks voelen fucking fijn aan. Dat is wel chill. Dat is heel chill. Oh ja, wat ik ook nog wel vertellen over de gameplay. Als je knifet, dan knife je echt richting zijn kill. En dat heb ik eigenlijk... Bij de andere Call of Duty ziet dat er een beetje slecht uit, vind ik zelf. Ja, ik vind dat gewoon niet zo heel goed. Dat was het eigenlijk wel een beetje. Al hebben we nog eens alle 10 minuten vol. Maar nu ga ik anders wel even ergens anders over praten of zo. Anders gaat er altijd over de first look en zo. Shit. Trouwens, ik weet opeens iets. Ik ben iemand vergeten te zeggen welke ik ben ontmoet. Kennen jullie Jan Moes? Dit is Jan TV. Ik heb hem serieus gezien. Op de first look. Dat was best wel grappig. En Bart zegt, hey Walter, wil je daar niet mee op de foto dan? Ja. Nee, daar wil ik niet mee op de foto. Ik wil geen dislikes. Nou, als de mensen die dit Jan niet kennen, dat is dus iemand welke geloof ik in Nederland het record heeft verbroken om dislikes te halen.
Ik geloof dat hij had iets gezegd tegen Milan of uitgescholden tegen Milan. En dat vond hij niet leuk. En daarom had hij heel veel dislikes. Maar ja, doei kijkers van GameTrust XL. Like deze video, stop hem in je favorieten en abonneer.